Meer verwarde personen en meer winkeldiefstallen. Gemeente Nijmegen publiceert nieuwe criminaliteitscijfers met stijgers en dalers. Het aantal geweldsincidenten in de gemeente Nijmegen is in 2023 afgenomen ten opzichte van het jaar ervoor. Tegelijk wordt er wel een stijging waargenomen in het aantal meldingen van verwarde personen en winkeldiefstallen. Dat zijn de opvallendste uitkomsten van de nieuwste criminaliteitscijfers die de gemeente vandaag publiceert. Ik vind elke daling is heel erg mooi en vooral dat op het gebied van geweldsdelicten er een daling is, vind ik heel erg fijn. Want dat is iets wat mensen echt heel erg raakt. Kijk, als je beroofd wordt van je portemonnee of iemand haalt je fiets weg, dan baal je natuurlijk ook vreselijk. Maar als daar ook nog geweld bij wordt toegepast, dat maakt het echt heel erg. Dus daar ben ik wel verheugd om dat we dat afgelopen jaar hebben gezien. Ik hoop dat we dat ook kunnen blijven vasthouden. Geweld eigenlijk helemaal niet, maar als het dan moet zo min mogelijk wordt toegepast. In de cijfers zien we een duidelijke stijging in de meldingen over verwarde personen. Dat is natuurlijk iets wat al langer speelt. Hè. De burgemeester is daar vaak over bevraagd, al heeft daar ook een duidelijke mening en visie over. Wij worden ermee geconfronteerd. Hè. Het is niet zozeer iets dat wij iets daaraan kunnen doen. Wat wij proberen is om in ieder geval goed te zijn voor de mensen waar we mee in aanraking komen. Hè. Zorgen dat we meldingen goed afhandelen, zorgen dat we het heel goed vastleggen. Zodat andere instanties daarmee mee verder kunnen. Het is heel erg belangrijk, en daar is de inzet dus vooral op gericht, dat we mensen een goed dak boven het hoofd met de goede zorg. Dat laatste hebben we natuurlijk ook wel zorgpartijen voor nodig. De gemeente is niet een GGZ-instelling, de gemeente is niet een verzorgingsthuis. Maar wij kunnen wel helpen om mogelijk te maken dat er genoeg opvang en zo is. Ook zien we een stijging in de cijfers over winkeldiefstallen. Het maakt echt wel veel uit of je zegt dat heeft meer te maken met het fenomeen van een zelfscan of heeft überhaupt te maken met een grote stijging omdat mensen... Of een grote stijging aan supermarkten. Ja, supermarkten omdat mensen minder geld te besteden hebben en dus eerder gaan stelen. Klassiek vanuit de supermarkt zelf, ook los van het hele fenomeen of het nou wel of niet via een kassa gaat lopen. De stijging in de cijfers merkt ook de politie. Ze moeten goed kijken waar ze mensen op inzetten. Die politiemensen kun je maar één keer inzetten. Maar wat we natuurlijk wel kunnen doen, we kunnen wel prioriteren binnen de meldingen. Dus op het moment dat we bezig zijn met een persoon met verward gedrag, en die kennen wij bijvoorbeeld. En daar hebben we wel vaker mee te maken gehad. We kennen de context en omstandigheden. En er komt daarna een melding van bijvoorbeeld een reanimatie. Dan zullen we natuurlijk altijd die reanimatie voor laten gaan. Normaal staan ze dagelijks klaar voor een ander. De medewerkers van de Alles Oké supportlijn. Vooral jongeren die niet lekker in hun vel zitten, kunnen bij deze teledienst terecht. Maar vandaag was toch wel een andere dag dan normaal. Niemand minder dan koningin Maxima kwam langs bij het Nijmeegse bedrijf voor een werkbezoek. Ja, ik vond het heel leuk. Ja, ik vind het echt een heel sympathiek en warm persoon eigenlijk. Het was wel een beetje spannend natuurlijk, vooral toen al die fotografen binnenkwamen. Het was echt superleuk. Het is een hele warme, aardige vrouw, echt heel geïnteresseerd. Het was een heel mooi gesprek, vond ik. Ja, superleuk natuurlijk, omdat we met heel veel mensen hier zijn ook vandaag. En echt kunnen laten zien wat we doen. En gewoon een heel fijn gesprek hebben gehad ook met haar. De Alles Oké supportlijn biedt een luisterend oor aan jongeren. De onderwerpen variëren van studie tot eenzaamheid. Alles kan besproken worden. Ik sta jongeren te woord. Iedere dag tussen 2 en 10 zijn we open. Ongeveer 4 per week doe ik het dan. En jongeren die dan niet goed in hun vel zitten, die kunnen ons bellen of chatten. En dan staan we in het woord. Ik chat en bel met jongvolwassenen. Doe nog ongeveer 2 jaartjes. En ik ga met ze in gesprek over heel veel dingen waarmee ze zitten. Van alles zijn. Wachtlijsten in de GGZ, emotionele problemen, eenzaamheid. Dus voor alle jongeren die over alles willen praten. Want het gaat vandaag heel erg over eenzaamheid, mentale problematiek. Maar we voeren bijvoorbeeld ook gesprekken over jongeren die vastlopen in hun studie. Of die geen huisvesting kunnen vinden. Eigenlijk voor alles kunnen we gewoon een luisterend oor bieden. De medewerkers zijn in gesprek gegaan met koningin Maxima over hun werk en het belang van de supportlijn. Eigenlijk hebben we gewoon een heel leuk en goed gesprek gevoerd over wat er eigenlijk gaande is aan de lijnen, in de chats. En wat ook een beetje thema's zijn, denk ik, in de maatschappij, denk ik. Ja, het begon een beetje met een introductie en toen hebben we onszelf al een beetje voorgesteld. En toen hebben we gewoon een beetje gepraat over wat wij doen. En toen heeft zij wat vragen gesteld over wat het werk inhoudt en hoe het voor ons is. Ik had eigenlijk, ging een beetje zonder verwachtingen erin. Ik heb alles een beetje over me heen laten komen, moet ik zeggen.
Dus ja, nee, ik had eigenlijk niet per se echt verwachtingen, bewust niet. Ik wilde gewoon kijken van hoe het zou gaan en ja, een beetje spontaan erin gaan eigenlijk. Ja. Ja. De gemeente Beuningen heeft vandaag in Weurt een pand gesloten waar drugs is gevonden. Het bedrijfspand aan de Metaalweg gaat voor 12 maanden dicht. De politie heeft vorig jaar deze plek doorzocht naar aanleiding van een opsporingsonderzoek. Hier werden drugs gevonden en in beslag genomen. Deze vondst vormt een aantasting van de veiligheid en leefbaarheid. Daarom besloot de burgemeester om het pand tijdelijk te sluiten. De politie heeft ramen en deuren afgesloten en het pand verzegeld. Niemand mag het pand meer naar binnen en het verbreken van de zegel is strafbaar. De gemeente Nijmegen gaat het zogeheten vlagprotocol uit 2022 actualiseren aan de huidige situatie. Dat meldt burgemeester Hubert Bruls in een brief aan de gemeenteraad. De gemeente Nijmegen kan ook zelfstandig besluiten te vlaggen als er geen instructie is. Dat doen ze met enige terughoudendheid, want vlaggen met de nationale vlag is een serieuze aangelegenheid. Om willekeur te voorkomen wanneer er in Nijmegen wel of niet wordt gevlagd, is het volgens het college van BMW nodig om het vlaggenprotocol van 2022 te actualiseren. Er moet namelijk een heldere reden zijn om wel te vlaggen, als het ministerie geen vlaginstructie geeft. De gemeente Overbetuwe heeft de afgelopen maanden samen met verschillende partijen een woonzorgvisie opgesteld. Om ervoor te zorgen dat wonen in combinatie met zorg voor inwoners ook in de toekomst goed geregeld is. Bij het opstellen van de woonzorgvisie werkte de gemeente nauw samen met zorgaanbieders, partijen die woningen bouwen of verhuren en inwoners. De visie is volgens de gemeente een reactie op ingrijpende ontwikkelingen in wonen en zorg, waar Overbetuwe ook mee te maken krijgt. Naar verwachting is tegen 2030 ongeveer een kwart van de inwoners 65 jaar of ouder. Dit dwingt tot nadenken over hoe de gemeente wonen en zorg het beste kan organiseren. Vooral omdat mensen steeds langer thuis blijven wonen. De gemeente Heumen roept inwoners van Overasselt op om hun huizen samen met de hele straat te gaan isoleren en verduurzamen. Zo hoef je niet alles zelf uit te zoeken en bespaar je kosten. In Overasselt start de werkgroep Energiezuinig Wonen Overasselt, de EWO, binnenkort met het mobiliseren van inwoners. Op 28 maart om 8 uur organiseert EWO samen met het dorpsplatform Overasselt een bijeenkomst voor huiseigenaren en huurders in het verenigingsgebouw. Uit recent onderzoek is gebleken dat 1/3 van de Nederlandse 15-jarigen onvoldoende leesvaardig zijn. Ook burgemeester Bruls uitte zijn zorgen tijdens zijn nieuwjaarsspeech over de afnemende taalvaardigheid in Nijmegen. Toch zijn hiervoor verschillende initiatieven, waaronder het Taalcafé. Verspreid in verschillende bibliotheken en wijkcentra zetten zij zich in voor iedereen die Nederlandse taal wil leren. Nou, het Taalcafé is op de eerste plaats een ontmoetingsplek voor mensen met een andere achtergrond, die niet het Nederlandse taal voldoende beheersen en die hier op dinsdagmiddag met elkaar Nederlands oefenen. Ja, het Taalcafé is voor mij heel belangrijk, want ik kom hier om mijn Nederlands taal te verbeteren en in de praktijk te oefenen. Zodat ze natuurlijk Nederlands leren en dat ze mee kunnen doen in de maatschappij. Dat ze meer contact krijgen met Nederlanders, ook met elkaar natuurlijk. Wij doen verschillende activiteiten. We leren doorspelen hier, zoals Kahootje. Dat is een spelletje waarmee wij veel informatie leren. En ook wij praten over verschillende onderwerpen. Dat is een spontaan gesprek, spontaan thema's. Maar het gaat heel gezellig en goed. Het Taalcafé is niet alleen een plek om de taal te leren, maar ook om elkaar te ontmoeten. En dat maakt ook van dat wij als vrijwilligers het ook heel belangrijk vinden om mensen te laten zien dat ze welkom zijn. En dat we ook fijn vinden als ze ook plezier aan beleven. Ja, wat ik ook geweldig vind, is dat veel mensen, verschillende mensen, aan dezelfde tafel zitten met verschillende culturen. Zo leer ik heel veel meer en meer, niet alleen maar de taal, maar ook de culturen. De cultuur. Na een prima dag is er vanavond kans op wat lichte motregen.
In de nacht trekt het alweer weg en klaart het op. Daarbij koelt het af tot om en nabij het vriespunt. Morgen lijkt ook niet gek te verlopen. In de ochtend kan de zon nog even schijnen en in de middag is er meer bewolking. Maar overdag zal het wel droog blijven. In de nacht naar donderdag gaat het vervolgens weer regenen. Met dat regengebied hebben we de meeste neerslag voor deze week wel gehad. Donderdag en vrijdag blijft het overwegend droog, met geregeld zon. En in het weekend is de kans op een bui iets groter. Maar veel zal het niet zijn. De temperatuur blijft zo rond de 10 graden schommelen. Tot zover het RN7 Regio Nieuws van dinsdag 30 januari. Kijk voor het laatste nieuws op onze website rn7.nl en volg ons natuurlijk ook even op de socials. Morgen zijn we terug en dan spreken we onder meer met verschillende partijen in Wijchen over de plannen om daar betaald parkeren in te voeren. Fijne avond en graag tot dan!